Vlaanderen is zo goed als volgebouwd en elke dag komen er nog nieuwe woningen bij. Zorgt hoogbouw voor meer open ruimte? Wat zegt de wetenschap? In Vlaanderen is bijna overal gebouwd. Daardoor hebben we vandaag de meest versnipperde open ruimte van Europa. Het hoogste percentage verharding en het meeste aantal kilometer wegen per inwoner. Dat is niet alleen slecht voor het milieu, maar ook voor onze gezondheid en voor onze economie. De Vlaamse regering heeft daarom de intentie genomen om vanaf 2040 niet meer toe te laten dat we nog in open ruimte bouwen, tenzij we ergens anders gebouwen afbreken. De inname van ruimte in Vlaanderen moet stoppen. Dat is de betonstop. Ruimtelijke planners pleiten al meer dan 100 jaar voor een betonstop. Ze gaan zelfs nog een stap verder en beweren dat we de files en de overstromingen enkel kunnen aanpakken als we juist meer open ruimte creëren en slecht gelegen gebouwen slopen. Ze willen dit doen door compacter en hoger te bouwen op die plekken waar voorzieningen zijn en waar we makkelijk raken met openbaar vervoer. Dus in dorpskernen of in steden. Ze tekenen bouwblokken van 5 verdiepingen rond gedeelde tuinen met op het gelijkvloers voorzieningen en werkplekken. Denk aan Berlijn, Amsterdam, Kopenhagen. Of torens van 20 verdiepingen, opnieuw met een mix aan wonen, werken en voorzieningen. Met in de buurt pleinen en parken. Frankfurt, New York of Rotterdam. Belangrijke opmerking, hoogbouw kan ook verkeerd of slecht uitgevoerd worden als er geen relatie is tussen de toren en de wijk waarin hij staat of als torens veel te dicht op elkaar uitgevoerd worden. Vandaag is het zo dat wij 6 hectare per dag bijkomende open ruimte innemen. Hoe kan dat? Ik zie 3 redenen. Ten eerste, heel wat Vlamingen willen in een groene en rustige omgeving wonen. In een verkaveling dus. Ten tweede, politici hebben nooit naar ruimtelijk planners willen luisteren. Integendeel, ze hebben het zelf open ruimte verkaveld in de hoop om nieuwe belastingsbetalers aan te trekken. Dat is fantastisch! En ten laatste, ontwikkelaars. Die hebben vaak nog heel wat slecht gelegen bouwgrond en die moet renderen. Hetzelfde voor die Vlamingen die nog ergens een kavel bewaren voor hun kinderen of kleinkinderen. Moeten we dan gewoon blijven verkavelen? Nee, want daar hebben we de ruimte niet meer voor. Er zijn ook planners met andere voorstellen. Ze hebben het niet over het creëren van meer open ruimte, maar over het creëren van een meer diverse ruimte. Een ruimte waar plaats is voor werken, wonen en voorzieningen, maar ook voor voedsel, voor water en biodiversiteit. En dat allemaal op wandel- en fietsafstand. Ze hebben het niet over het afbreken van gebouwen, maar over het delen van deze gebouwen. Heel wat mensen doen dit vandaag al. Bijvoorbeeld ouders die geen 10 kilometer meer willen rijden naar een school en er dan maar zelf een starten in hun verkaveling. Gezinnen die niet alleen in een gigantische villa willen wonen en deze daarom transformeren tot een woonproject met 10 andere gezinnen. Of bedrijven die niet naar een anonieme KMO-zone willen verhuizen en beslissen om in dorpskern te blijven. Planners stellen voor om van deze deelinitiatieven te vertrekken en zoeken naar manieren hoe ze deze kunnen vermenigvuldigen of verbinden met elkaar om zo de impact te vergroten. Moet de overheid dan kiezen voor hoogbouw of voor herbestemming van gebouwen? In het verleden waren er erg weinig politici die de moed hadden om voor één van beide te kiezen. En dus zijn we blijven verkavelen. Vandaag zijn de uitdagingen echter zo groot dat dit niet langer kan. Zeker als je weet dat er volgens het Federaal Planbureau tegen 2030 200.000 extra gezinnen zullen bijkomen. En die moeten allemaal ergens wonen. Welke keuze zou u dus maken?